Hallo allemaal, mijn naam is Mohammed Benzokour en ik wil jullie even kort iets vertellen over de voorgeschiedenis van wat hier allemaal is gebeurd. In het najaar van 2019 bedacht de woningcorporatie om een hele grote renovatie te doen in dit complex. Ik woon hier en dat was ook wel nodig, die renovatie. Ze hebben de badkamer aangepakt, de toiletten, de keuken. We hebben een nieuwe cv-installatie gekregen, dubbelramen. Nou ja, heel veel. Het was één grote bouwput, kan ik je vertellen. Dat ga je ook zien aan de beelden, wat de situatie was. En nou, dat was ook wel nodig, die renovatie. Alleen heeft de Trivieren, de woningcorporatie, waren ze vergeten dat er ook mensen wonen in die woningen. Dat bleek ook wel, want bar en boze ellende. De mensen lopen nog steeds bij de psychologen over de overlast. Gigantisch, echt gigantisch, ongekend. Dus ik zei, luister eens, ik kan niet werken thuis. Ik ben namelijk een thuiswerker. Ik ben schrijver. Ik zal jullie even mijn huis... Even kort zo. Wow, ik heb niet opgeruimd, dus excuus daarvoor. Maar dit is mijn schrijftafel. Ik werk hier. En ik zeg, hebben jullie misschien voor mij een wisselwoning of een hotel? In elk geval iets waar ik voor de tussentijd mijn werk gewoon kan voortzetten. Nou, dat hadden ze niet. En toen bedachten ze, weet je wat, ga maar in de bibliotheek zitten, hier verderop. Bibliotheek, nou, er blijkt wel dat deze mensen nooit een bibliotheek van binnen hebben gezien en waarschijnlijk ook geen boeken lezen. Zo had je wel geweten dat je in de bibliotheek niet eens mag bellen of er is geen wifi. Je kan niet daar met je computer en je toestanden. Die faciliteiten heeft deze bibliotheek nu eenmaal niet in Zwijndrecht. En toen ik dat zei, toen zeiden ze, nou, ga maar in de bouwkeet zitten. In een soort geïmproviseerd hok met een tafel en een stoel. En ook geen wifi, waar ik dan geacht werd met in- en uitlopende bouwvakkers. Prima mensen overigens, die bouwvakkers, geen verkeerd woord. Maar ook dat laat weer eens zien dat deze corporatie ook niet weet wat de wereld is van een schrijver, van een artiest, van een journalist. Hoe de artikelen, teksten tot stand komen. Goed, toen zei ik, nou, volgens mij nemen jullie mij niet serieus, dan ga ik naar de rechter. En toen zei ze, nou, veel succes, see you in court, en dat is ook gebeurd. En ik heb de zaak gewonnen bij de kantoorrechter. Die gaf mij verhuiskostenvergoeding en toen leek de zaak afgedaan, voor mij althans was de zaak afgedaan. Maar wat bleek nou, zij zijn toch in hoger beroep gegaan. Terwijl ze publiekelijk hadden erkend dat ze fouten hadden gemaakt. Ze hadden het boetekleed aangetrokken. En toch zijn ze in hoger beroep gegaan met werkelijk waar het smerigste en het allerduurste advocatenkantoor dat ze konden vinden. Hebben ze die in de arm genomen om mij een poot uit te draaien. Nou, dat is ze gelukt op basis van een totaal verkeerde uitleg van de wet. Helaas is het gerechtshof in Den Haag, daar hebben we het over, is daarin meegegaan. Helaas kunnen ook rechters dwalen, blijkbaar. Want werkelijk waar, iedereen was verbijsterd dat ze deze zaak in hoger beroep hebben gewonnen. Ik wil het er niet bij laten zitten, want dit is echt werkelijk een heel, heel onrechtvaardige kwestie. Alleen, ja, ik ben een eenpitter, ik ben een eenmanszaak en ik moet het opnemen tegen arrogante, rijke corporaties, want het is een koepelorganisatie tegen wie ik nu strijd. En die hebben veel te veel geld, overigens geld wat u en ik betalen als huurders, hè, dus daar, die gebruiken zij om tegen ons te procederen, dus denk daar maar even over na. En die zaken die wil ik gaan voortzetten bij de Hoge Raad. Dan moet ik in cassatie en ik heb goede kansen om te winnen, alleen is het een dure bedoeling. Dan moet ik weer proceskosten betalen, advocaatkosten, griefiekosten, noem maar op, dat is echt een gigantisch veel geld. Maar ik wil het niet om, kijk, voor hun is geld speelt geen rol en voor mij wel. En dat vind ik al een weeffout in het rechtssysteem, dat mensen met weinig geld, niet, terwijl ze misschien het recht aan hun zijde hebben, niet kunnen strijden tegen organisaties met veel geld. Dus alleen al daarom, het is voor mij een principe kwestie. En omdat we goede kans maken om te winnen. Want er zijn dus, wat ik zei, een vergelijkbare zaak geweest. En die is voor mijn zaak gunstig. En voor alle mensen die thuis werken, schrijvers, journalisten, artiesten, kunstenaars, muzikanten, noem maar op.
alle kleine ondernemers, eenmanszaken. Dus het is een heel huurdersonvriendelijk arrest uit Den Haag. En dat ga ik aanvechten met jullie hulp, als jullie mij willen helpen. Elke kleine bijdrage is welkom. Dank u wel alvast daarvoor. En leven het recht, leven de rechtvaardigheid, mensen.